www.deboodschap.today. Nieuw bestuur voor OWMCP. Minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling heeft een nieuw bestuur geïnstalleerd voor het overliggend waterschap Multipurpose Quarantainproject OWMCP. Dit bestuur heeft als hoofdtaak om alles in orde te maken zodat er over 12 weken een bestuursverkiezing kan plaatsvinden. Nieuwbakken voorzitter Wirendra Ajay Kalu en zijn team zullen zich in de eerste 2 weken inzetten om de concepten voor een huishoudelijk respectievelijk verkiezingsreglement af te hebben. Het nieuw bestuur bestaat uit 9 personen. De installatieceremonie vond plaats op dinsdag 13 augustus 2019 in de vergaderzaal van het ministerie. De minister bevond zich van 31 juli tot 1 augustus in Ikeri om met de diverse partijen van gedachten te wisselen nadat de bestuursverkiezingen van juli waren gehouden. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.